18 november 2012 was een vreugdevolle en gelukkige dag in de geschiedenis van de Koptisch-Orthodoxe Kerk. Het was de dag van de intronisatie van zijn heiligheid Paus Twadrus II, paus en patriarch op de zetel van Sint Marcus in Egypte en in de diaspora. Zodra zijn heiligheid de verantwoordelijkheid als leider der kerk op zich nam, begon hij met het herstructureren van de enige kerkelijke diensten van de Koptische kerken, vooral die buiten Egypte en te beginnen met die in Europa. Zijn heiligheid besloot om het eerste Koptische bisdom in Nederland op te richten en de benoeming en vervolgens wijding van de eerwaarde vader Arsanius el Baramosi als de eerste bisschop Arseni van het nieuwe bisdom. Bisschop Arseni volgde een universitaire studie voor dokter en diende tevens als diaken in de kerk van Sint Maria en de aartsengel Michael el Galafawi Shobra in Cairo. In 1978 voelde hij de roeping tot het monniksleven en trad in het klooster El Baramos in Wadi Natron. Na zijn priesterwijding werkte hij meerdere jaren in het bisdom Sakasik en Mina El Kam samen met de overleden bisschop Jacobus. Vervolgens diende hij ongeveer 4 jaar als assistent van de abt van het El Baramos klooster. In 1985 kreeg hij het verzoek van zijn kerkelijke overheid om naar Nederland te vertrekken en daar missionair en pastoraal werk onder de aanwezige Koptische christenen te verrichten en de verdere ontwikkeling als priester te begeleiden. Met Gods zegen en gestaag werken lukte het hem met de hulp van vele vrijwilligers om de kerk in bijna alle Nederlandse provincies present te stellen. Met veel moeite en grote inspanning werd de kerkelijke diensten uitgebreid. Het aantal kerken, aantal vaders, priesters en monniken nam in de loop der jaren gestadig toe. Daarna vatten we vervolgens in chronologische volgorde de ontwikkelingen binnen onze Koptische kerk samen. Op 16 juni 2013 was de plechtige wijding tot bisschop van het Koptisch-Orthodoxe Bisdom van Nederland. Op 27 juni 2013 was de intronisatie in de kathedraal van de Heilige Maagd Maria te Amsterdam in aanwezigheid van 14 andere bisschoppen en een groot aantal priesters uit Europa, Verenigde Staten, Canada en Egypte en vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken en burgerlijke autoriteiten en vele Koptische gelovigen uit heel Nederland. Hieronder geven wij een overzicht van de vele activiteiten van bisschop Arseni in de 35 jaar dat hij de grote verantwoordelijkheid droeg voor de Kopten in Nederland. We dienen ons te beperken tot de volgende punten. De pastorale activiteiten van bisschop Arseni hielden in het regelmaat bezoeken van de Koptische kerken in heel Nederland. In alle kerken toonde onze bisschop zorgzame interesse voor de verdere uitbouw van de zondagsschoolklassen en overige kerkelijke en recreatieve plaatselijke ontwikkelingen. Bisschop Arseni organiseerde ook sessies met de jongeren en initieerde en leidde spirituele lokale en landelijke bijeenkomsten. Hij begint een cursus voor jongeren die opgeleid worden als docent op de te richten zondagsscholen. Bisschop Arseni heeft zich sterk ingezet om zoveel mogelijk te realiseren dat de Kopten overal in Nederland in de gelegenheid worden gesteld om hun kerkelijke plichten te kunnen vervullen. Daarom heeft hij zich intens bemoeid om samen met het bestuur kerken op diverse plaatsen te verwerven. Hij is verheugd dat ook de aankoop van een klooster gerealiseerd kon worden. De aankoop en stichting van de Eerste Koptische Kerk van Nederland was op 2 oktober 1985. Deze kerk is de huidige kathedraal van de Heilige Maagd Maria te Amsterdam. Aankoop en stichting van de Kerk van Sint Marcus in Den Haag, oktober 1994. Aankoop en stichting van de Kerk van de Aartsengel Michael en Sint Antonius in Eindhoven, 16 januari 1998. Aankoop en stichting van de Kerk van Sint Joris en Sint Demiana in Utrecht, 1 juli 1998. Aankoop en stichting van de Kerk van Sint Paulus de Heremiet in Leeuwarden, 29 september 2000. Aankoop en stichting van de Kerk van Sint Athanasius de Apostolische in Assen, 1 oktober 2002. Aankoop en stichting van de Kerk van Sint Maria en Sint Arsanius in Capelle, 1 november 2013. Aankoop en oprichting van ons Koptisch-Orthodoxe klooster in Liefvelde, 11 april 2016. Aankoop en stichting van de Kerk van Sint Maria en Sint Verena te Bussum, 25 september 2018. Aankoop en stichting van de Kerk van Sint Maria en de Heilige Paus Kyrillos VI te Leidschendam, 2 oktober 2018. De bijzondere aandacht aan de dienst van het priesterschap.
Bisschop Arseni heeft 6 diakenen verkozen om de heilige wijding tot het priesterschap te ontvangen. Bovendien heeft hij 6 priesters verhoogd in de kerkelijke rang door hen in te zegenen tot hegumeen tijdens een grote viering van de kerk in aanwezigheid van een aantal bisschoppen uit Egypte en Europa. Zijn speciale aandacht voor het dienstwerk der diakenen. In de afgelopen 7 jaar heeft hij 7 diakenen ingewijd om de bisdomkerken te ondersteunen. Tevens zijn tientallen jongeren en kinderen ingezegend door verschillende diakenrangen. Dat helpt de kinderen van de kerk om zich te verhouden tot dienstbaarheid en een goed geestelijk leven, om goede en succesvolle leden in de kerk en in de samenleving te worden. In september 2015 ondertekende bisschop Arseni bij de notaris een document dat de Koptische Kerk in Nederland omvormde van een stichting tot Nederlandse Kerkgenootschap. In 2005 werd de Koptische Kerk lid van de Raad van Kerken. Paus Shenouda heeft Nederland meer dan eens bezocht. Het eerste bezoek van zijn heilige eminentie Paus Shenouda III aan Nederland en de inwijding van de heilige Maagd Maria Kerk in Amsterdam vond plaats van 20 tot en met 21 februari 1992. Het tweede bezoek van Paus Shenouda III aan Nederland gebeurde van 10 tot en met 13 september 1994. Het derde bezoek van Paus Shenouda III aan Nederland en de opening van een Koptisch cultureel centrum in Amsterdam vond plaats van 15 tot en met 17 oktober 2010. Paus Tewodros II heeft Nederland 2 keer bezocht, van 28 augustus tot en met 30 augustus 2014 in het kader van een Europese jeugdconferentie in Stadskanaal. Van 30 april tot 6 mei 2015 bracht zijn heiligheid Paus Tewodros II het tweede pastorale bezoek aan het bisdom van Nederland, waar hij alle Koptische kerken in ons land bezocht en nieuwe kerken en altaren heeft ingewijd en lezingen heeft gegeven aan de jongeren en zondagsschooldocenten. Bisschop Arseni heeft ook een aantal bisschoppen uit Egypte en Europa uitgenodigd, waaronder zijne genade bisschop Raphaël, bisschop Daniel, bisschop Tadros, bisschop Abakir, bisschop Julius, bisschop Makari, bisschop Abraham en degenen die deelnamen aan de inwijding van de priesters. Zijn excellentie bisschop Arseni participeerde ook in de kerkvergaderingen en seminars van de Heilige Synode om algemene zaken van de Koptische kerk te bespreken, waaronder de wet voor het bouwen van nieuwe kerken in Egypte, de deelname aan het werk van de wijding van de Heilige Olie en de deelname aan de intronisatie van de nieuwe bisschoppen in Egypte en Europa, waaronder bisdomzetels van Milaan, Budapest en Athene. Bisschop Arseni nodigde metropolieten en bisschoppen uit Amerika, zijn eminentie metropoliet Sarapion en bisschop Youssef, uit om spirituele conferenties in Nederland te houden. Zijn excellentie bracht ook meerdere bezoeken aan bisdommen in Amerika en Europa en nam deel aan vele spirituele internationale conferenties. Spirituele conferenties werden gehouden zoals een jaarlijkse conferentie voor Koptische families en jaarlijkse conferenties voor jongeren. Bovendien nam een afvaardiging deel aan de jaarlijkse Europese jeugdconferentie. Voorts werd in 2018 een conferentie in Nederland gehouden voor de Koptische bisschoppen en priesters van heel Europa. In april 2018 opende bisschop Arseni het concert van Sint Kirill in Sint Maria en Sint Verena kerk te Bussum met de deelname van bisschop Angelos van Londen en bisschop Luca van Geneve en Zuid-Frankrijk. Het concert vond plaats onder leiding van de maestro professor Dr. Michael Henin. Het koorverband Sint Kirill is een Koptisch-Europees koor dat voor de eerste keer naar Nederland is gekomen. Dit koor bestaat uit jonge zangers uit Engeland, Frankrijk en Nederland en wordt begeleid door een team van muzici uit verschillende landen die oriëntaals muziek spelen. In december 2018 ondertekende bisschop Arseni namens de Oriëntaalse Orthodoxe Kerken een gezamenlijke overeenkomst met de Oosters Orthodoxe Kerk, vertegenwoordigd door de metropoliet Athanagoras, om een sociale welzijnsvereniging op te richten om toezicht te houden op de zorg in ziekenhuizen en gevangenissen.
In februari 2017 werd een bijeenkomst gehouden voor de Oriëntaalse Orthodoxe Kerken in Nederland. Zogenaamde SOKIN staat voor Stichting Samenwerkingsverband van Oriëntaalse Orthodoxe Kerken in Nederland. In januari 2019 bezocht zijn excellentie de nieuwe Rooms-Katholieke bisschop van Haarlem-Amsterdam, J. Hendricks, om hem te feliciteren met zijn benoeming. Hij volgt bisschop Jozef Punt op die met emeritaat is gegaan. In januari 2020 ontving zijn excellentie een aantal leden van de commissie die verantwoordelijk is voor de relatie tussen de Koptisch-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe Kerk. De Koptische afvaardiging werd vertegenwoordigd door zijn eminentie metropoliet Serapion van Los Angeles en zijn hulpbisschop Kyrillos. Verder ook aanwezig de Koptische priester-monnik Daoud el-Antoni, priester van de Koptische Kerk in Moskou. De Russische kant op deze bijeenkomst werd vertegenwoordigd door de drie Russische priesters die lesgeven op theologische instituten. In januari 2020 werd bij de notaris een samenwerkingsprotocol getekend met de Eritrese Orthodoxe Kerk in Nederland. In januari 2020 nam bisschop Arseni deel aan de viering van een feest voor professor Dr. Jacques van der Vliet vanwege het bereiken van zijn emeritaat. Hij gaf een interessante lezing over Koptische visioenen van de heilige Paulus. In januari 2016 gaf bisschop Arseni samen met pater Yassatabit in de Rooms-Katholieke Kerk Sint Agneskerk in Amsterdam over de kroniek van de Koptische Orthodoxe Kerk. In maart 2017 heeft bisschop Arseni in het Centrum voor Pastoralistische Studies zijn excellentie bisschop Cyril van Melbourne, Australië, ontvangen om deel te nemen aan een bijeenkomst. Dit centrum maakt deel uit van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In januari 2018 organiseerde de bisschop een viering over het martelaarschap van Sint Theodorus van Anatolia. De relikwieën van deze heilige worden bewaard in ons klooster in Lievelde. In de avond hield bisschop Arseni een lezing in het Nederlands over Koptische kunst en iconen, dat bijgewoond werd door x aantal vrienden van de Koptische kerk rondom het klooster. In december 2018 opende bisschop in Sint Maria en Sint Arsanjeskerk te Capelle, Zeeland, een conferentie over de reis van de heilige familie naar Egypte. Mevrouw Dr. Clara ten Hakken nam hieraan deel en gaf een lezing over de heilige familie naar Egypte. In mei 2019 nam zijn excellentie deel aan het koorconcert van de Oriëntaalse Orthodoxe Kerken in Amsterdam. In november 2019 nam bisschop Arseni in de Universiteit van Leiden deel aan de presentatie van een nieuw gepubliceerd boek van Dr. Clara ten Hakken dat handelt over Sint Ur van het Kalomoen. In december 2019 ontving de bisschop de ambassadrice Dr. Hesa El Otaibi uit de Emiraten, vergezeld van enkele ambassademedewerkers in het Koptisch Cultureel Centrum te Amsterdam. In januari 2020 werd de goddelijke liturgie gevierd in de kerk van Sint Maria en Sint Arsenius de Capelle in Zeeland. Daarna werd een bijeenkomst georganiseerd waarin pater Michael Bakker een lezing hield over de orthodoxie. Zijn eminentie bisschop Arseni heeft heel veel bijgedragen aan de ontwikkelingen en de vooruitgang van de Koptische kerk in Nederland met een extra focus op de jongeren van de tweede generatie. Onder begeleiding van zijn heiligheid paus Tewadros II, paus en patriarch op de zetel van Sint Marcus in Egypte en in de diaspora, en de enthousiasme van zijn eminentie bisschop Arseni, hopen wij in de toekomst meer van zulke mooie ontwikkelingen en bijdragen te voltooien. Mogen God het leven van onze geëerde vader bisschop Arseni voor ons bewaren en hem bekrachtigen op zijn zetel.